Ja, ik ben nu bezig met Stadsherstel. Stadsherstel heeft opdracht gegeven om brugnamen te maken. In het verleden heb ik toch al een aantal gemaakt voor wat bruggen in Almelo. Ik heb nu weer opdracht voor 4 bruggen. En daar ben ik nu mee bezig. In verre voor het stadium inmiddels. Maar, ja, dus voor al die bruggen in Almelo, die krijgen een eigen naam. Er zijn er ook wat geplaatst hier in Almelo die dus totaal eigenlijk niet terug te vinden zijn. En dat is heel erg jammer voor alle werk wat erin zit. Ja. En het zijn natuurlijk ook geen goedkope namen. Ze zijn eigenlijk allemaal handgemaakt. Dus dat is gewoon doodzonde dat het daar niet zichtbaar is. Zo is het. Ik ben nu mee bezig ben. Ik ben met de letters in de hoofdzaak begonnen. Hè, alle letters klaarmaken. Hè, dus, en dan ga ik ze verder samenstellen. En dan is het... Kijk, als die letters helemaal allemaal klaar zijn, dan is het meeste werk in feite gebeurd. Ja. We staan hier in een toch wel bijzonder gebouw eigenlijk. Hè? Kun je daar wat van vertellen? Ja, nog steeds een werkplaats waarmee opa vroeger 100 jaar geleden begonnen is. En zelfs nog een oud onderdeel eigenlijk van, hè? Ja, het voorste gedeelte is natuurlijk is het authentieke. De authentieke smederij nog. En dat is later wel een keer een stuk achtergebouwd. Heeft het nog toekomst voor een ondernemer? Ik heb zelf geen opvolging. Hier midden in de stad is het natuurlijk wat moeilijker. En, maar kijk, als ik in de landen kijk, we zijn dus eigenlijk met de smeden georganiseerd binnen de Metaalunie met een aparte groep. Nou, en dan praat je over 50 mensen in Nederland. En er is inderdaad jonge aanwas bij, die toch het werk wel weer oppakken. Maar je ziet altijd een combinatie van niet alleen smeedwerk, maar ook constructiewerk erbij. En dat, anders red je het waarschijnlijk ook niet. Wat maak je hier onder andere? Nou, we maken hier metaalconstructiewerk en onder andere smeedwerk, hè, waar mijn opa hier vroeger begonnen is. Dat heb ik in de tijd weer opgepakt en dat maken we ook. Ja, wat maken jullie nog meer behalve constructiewerk? Wat voor spul? Nou ja, daar kom je op onder andere hekwerk. Hè, die kun je gewoon en natuurlijk klein maken. Maar wel, wat ik maak is in het meeste geval wel ook echt smeerde hek. En dat wil tegenwoordig niet meer zeggen 100% gesmeerd, maar dat er wel gesmeerde details in zitten. Want de prijs, dat telt natuurlijk ook mee. Hè, want gesmeerd werk is kostbaar. Hè, dus er gaat veel tijd in zitten. Dus dat is... en daar kun je een goede combinatie maken van wel een stuk constructiewerk erin, maar wel details van gesmeerd materiaal. Ja. Noem eens een voorbeeld van die sierhekken. Waar kunnen de Almeloers dat zien? De meeste staat eigenlijk buiten de stad. Nee, ik heb het dichtstbijzijnde volgens mij in Oortmarsum. Maar daarnaast heb ik in het westen nog wel wat staan. Maar eigenlijk in de buurt hier heel weinig. Ja, jammer. Ja. Ja. En het smeedwerk aan deze kant van het land is een stuk minder als bijvoorbeeld in het westen. In het westen, in de oude steden, heb je veel meer restauratiewerk. De dure plekken, hè, zoals Laren en Blarikum. Ja, daar heeft een publiek gewoon wat makkelijker geld daarvoor uit wil geven. Dat is, dat maakt nog wel verschil met hier. Ik ga me ermee vermaken. Ik doe het inmiddels wel iets rustiger aan. Ik ben bijna gepensioneerd. Ik ben 66, dus... ik maak geen dagen van 8 uur meer. Dat doen we niet.